Wat ontzettend mooi dat jullie samen een reis willen gaan maken. Een reis naar het hart van God. Het is een unieke reis, een persoonlijke reis. Maar tegelijkertijd is het ook een reis die je samen mag afleggen. Het is uniek omdat ieder zijn eigen geestelijke, innerlijke reis loopt. Maar het is tegelijkertijd een gezamenlijke reis omdat we allemaal op weg zijn naar hetzelfde doel. En dat is het hart van God. Dat we het hart van God mogen leren kennen. En dan juist als je daarin samen optrekt, dan kun je elkaar inspireren en kun je elkaar opbouwen. Het einddoel is dus dat we het hart van God mogen leren kennen. En dat betekent, dat hangt samen met het grote gebod, dat we God mogen leren liefhebben boven alles. Dat is iets wat we willen, dat is iets wat we vanaf het begin ons voornemen, maar dat mag in ons dagelijks leven vorm krijgen en groeien. En dat is iets waar we ons leven lang over doen. Om hem zo te leren liefhebben, dat het ons dagelijks leven mag vullen. En uiteindelijk is het enige doel dat werkelijk vervulling geeft in het leven, is dat we in een relatie van liefde met hem komen te leven. En die relatie is vol vreugde en vol vrede. Dat is waarvoor we zijn bedoeld en dat is ook waarvoor we zijn gemaakt. Dit is iets wat we niet vanuit onszelf kunnen. Dat is iets wat God in ons moet doen. Elke vorm van liefde komt van hem. Zijn liefde ontvangen, zijn liefde proeven en dan pas kunnen we zijn liefde beantwoorden. Dus als ik zeg, dat kunnen we niet van onszelf. Wij kunnen ruimte scheppen in onze tijd, in onze ziel, in ons hart, in ons denken. Wij kunnen de ruimte scheppen, maar hij is degene die het moet vullen. Het is een samenwerking met de Heilige Geest, dat geestelijke vormingsproces. En daarin nodigt hij ons uit om samen met hem op te trekken en die weg te gaan. In de 16e eeuw was er een geestelijk leider, Teresa van Avila. En zij wilde de kerk van binnenuit vernieuwen. En zij had een prachtig beeld van de ziel. Zij zag dat die ziel als een burcht. En dat is gebaseerd op wat zij zag in het Spaanse landschap. Maar dat is ook gebaseerd op de psalmen. Waarin God zich keer op keer zichzelf aan ons uit als een burcht. Een veilige vesting. Een schuilplaats. Een schuilplaats voor ons leven en een schuilplaats voor onze ziel. En in het midden van die burcht is daar een troonzaal. En die troonzaal, dat is de plek waar hij zit op de troon. En vanuit die troonzaal schijnt een fel licht, wat onze hele ziel mag verlichten. En het is aan ons om die reis af te leggen en steeds dichter onze intrek te nemen bij die troonzaal. Waarin we hem mogen leren kennen in zijn glorie, in zijn majesteit. Waar hij ons zichzelf steeds meer aan ons wil openbaren. En in die openbaring leren we steeds meer van hem te houden. Leren we steeds meer op hem te lijken. En worden we steeds meer één met hem. En dat is het doel van die reis. En ik wens jullie samen een hele goede reis toe.